Hoi, dit is de derde keer dat ik deze video opneem. De eerste keer was het buiten nog mooi licht, had ik mijn haar goed, had ik een mooie blouse aan, zat mijn make-up nog mooi. En toen heb ik mijn bestanden gewist. De tweede keer was het al iets minder licht buiten. Had ik nog steeds mijn mooie blouse aan, ging ik gewoon filmen, make-up zat nog redelijk. Kwam ik erachter dat mijn spiegel, die hier op mijn bed lag, dus de hele tijd op mijn gezicht had zitten schijnen. Maar echt gewoon recht op mijn gezicht. En ik had het niet door. Terwijl ik de videobestanden bekeek, kwam ik er ook nog eens achter dat er op mijn mooie donkergroene nieuwe blouse een hele mooie grote vetvlek zat. Dus bij deze poging 3 maal scheepsrecht. Mijn make-up zit wat minder mooi. Ik heb mijn haar gewoon in een knotje gedaan. Mooie blouse is niet meer, want daar zit een grote vetvlek in. En ik zit gewoon in mijn pyjama. Vorige week woensdag was er de 1 plus 1 gratis actie bij Kruidvat. Op alle make-up was dus 1 plus 1 gratis. Nou, daar heb ik natuurlijk even gebruik van gemaakt. Ook had ik 2 bestellingen van H&M binnengekregen, waarvan maar 2 items eigenlijk echt goed en leuk waren. De rest was serieus allemaal te groot. Ik weet niet wat H&M met die maat aan het doen is, maar... Allereerst dus mijn mooie donkergroene blouse, waar nu dus een vetvlek in zit. Maar ik laat hem toch even zien voordat ik hem in de was gooi. Hopelijk gaat die vlek er nog uit trouwens. Hij is een beetje oversized en aan de voorkant is die korter dan aan de achterkant. Hij heeft 2 borstzakjes. Hij heeft een vrij diep uitgesneden V-hals en mooie zilveren knoopjes. En nu zit er dus hier een vlek. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oh, en die blouse was 25 euro. En dan het volgende van H&M dat ik kocht, dat is dit jurkje. Het is een jurkje met een geplooide rok. En hij is een beetje getailleerd. En het heeft zo'n zebraprint waar ik normaal eigenlijk niet zo van houd. Maar bij dit jurkje, ja, wel. Superleuk jurkje, wel erg kort. Dus ik zal deze nooit zonder maillot of legging of panty kunnen dragen. En het is van een dikke stof, dus ook lekker warm voor in de herfst en in de winter. En deze was 20 euro. Ik gebruikte eerst altijd de Infinite Matte Foundation van Catrice. Maar die is uit de schappen. En daarvoor in de plaats is de All Matte Plus Foundation gekomen. Shine Control Makeup. Mattifying, Long Lasting en Oil Free. En dit is in de kleur 010 Light Beige. Ik weet trouwens even uit mijn hoofd niet of de formule ook is aangepast. Maar volgens mij wel. Ik heb ooit een review over de Infinite Matte Foundation geschreven op mijn blog. Maar die is echt al van 2 jaar oud of nog ouder. Dus hier komt een vernieuwde review van binnenkort. Ook kocht ik 2 oogschaduws van Catrice. Allereerst nam ik 670 Vanilla & Charles mee. En dit is eigenlijk een oogschaduw waarmee je kunt highlighten in de binnenste ooghoek of onder de wenkbrauw. Ja, het is dus een crèmekleurige oogschaduw. En hij bevat heel fijne glittertjes. Die zorgen eigenlijk gewoon voor een hele mooie glans. En die heb ik gekocht om in een budget look te gaan gebruiken in een filmpje. Dus die zal je binnenkort ook voorbij zien komen. En dan nam ik ook nog deze oogschaduw mee. Want deze zag ik bij Teske. En zij was er zo enthousiast over. En ik vond het ook zo'n mooie kleur dat ik hem graag wilde hebben. En dat is nummer 570 Plum Up The Jam. Het is een mooie... ja, ik zou het niet echt plum noemen. Maar eerder... Bordeaux-rood/wijnrood. En in deze oogschaduw zitten super veel mooie gouden glittertjes. Echt, hij is onwijs mooi. Dus ik snap wel waarom Teske er zo enthousiast over is. Van Maybelline kocht ik de Color Show Brocade nagellak in de kleur 220 Knitted Gold. Deze zag ik bij Vera Camilla. En ik vond hem zo bijzonder uitzien dat ik hem ook graag wilde hebben. Het is een feestelijk glitterlakje. En er zitten behalve rosé-gouden glitters, zitten er ook lichtgroene glitters in. Dus rosé-goud en groen samen in 1 nagellak. Echt een heel bijzondere combinatie. Ik vind dit echt een heel bijzondere, eigenlijk vrij unieke combinatie. Dus ja, ik kan niet wachten om deze op mijn nagels te gaan aanbrengen. Een ander product dat ik van Maybelline kocht is de Color Tattoo in de kleur 65 Pink Gold. En ik heb al 3 color tattoos en die vind ik zo fijn dat ik er nog een kleurtje bij wilde. En het is een hele mooie rosé-gouden kleur met ja, ook heel fijne glanzende deeltjes erin. Een beetje glittertjes, maar niet van die grove. En ja, ik vind mezelf echt ontzettend mooi. En ik ben blij dat ik hem in de aanbiedingen heb weten te scoren. En het laatste dat ik kocht is een Apocalypse van Rimmel. En hier was ik al heel lang benieuwd naar. Ik kocht de kleur Stellar, een knalroze kleur. En het heeft een beetje een
lipgloss-achtige applicator. En de Apocalypse Lip Lacquers zijn eigenlijk een soort vloeibare lipsticks die heel gepigmenteerd schijnen te zijn. Dus ik kan niet wachten om deze uit te proberen. En deze 6 producten bij elkaar zouden eigenlijk €37,84 hebben gekost. Maar nu heb ik het dus voor de helft van de prijs en was het €18,92. Wat mij betreft mag Kruidvat snel weer met een 1+1 gratis actie komen. Ik hou er altijd wel van. Van alle producten die ik heb laten zien komen nog reviews. En ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet en je abonneert op mijn YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot volgende week maandag. Doei!